Hoi, ik ben Bianca en welkom bij een eigen ontwerp, The Walls of the Flowers. In de volgende 9 tutorials ga ik je uitleggen stap voor stap hoe je deze mooie deken kunt gaan haken. Het garen wat ik voor deze deken heb gebruikt is stoomwast van Scheepjes en alle kleuren die je nodig hebt en de aantal bollen kun je vinden onder deze video, maar ook op mijn website. De haaknaald die ik heb gebruikt is een 3,5 mm. Deel 9. We zijn bijna klaar. Het enige wat we nog hoeven te doen is een mooie rand haken rondom deze deken. De eerste ronde en we beginnen met de kleur op de haaknaald. En we starten in de derde steek van de hoek. Hier heb je een hoekje van 4 stokjes en dan in de derde stokje, dat is 1. 2 en 3 en die steek, daar beginnen we met een staand half stokje. Dus omslaan en door 3 lusjes heen trekken. Dat is een staand half stokje. Dan maken we 2 lossen en in dezelfde steek maken we nog een keer een half stokje. En dit is je allereerste nieuwe hoek. En nu gaan we in elke steek een half stokje haken. Dus naar de volgende steek en daar gaat een half stokje in. En in de volgende steek een half stokje. Zo werk je in elke steek een half stokje. En dan laat ik zien hoe je de oversteek maakt naar de volgende square. Ik ben bijna aangekomen op het punt dat we oversteken naar de volgende square. Nog 2 halve stokjes. En dan hebben we hier de volgende steek. En daar hebben we al in gewerkt voor de steken waar we de 2 lapjes aan de andere kant aan elkaar hebben vastgemaakt. En ook hier in de volgende square, in die hoeksteek, daar hebben we ook al in gewerkt. En die 2 steken die gaan we overslaan. Dus de steken waar je al in hebt gewerkt in de vorige toer, die sla je over. We gaan naar de volgende steek van de volgende square waar je nog niet in hebt gewerkt. En ook daar komt een half stokje in. En dat draadje hier, dat kleine stukje draad, dat leggen we achter ons werkje en daar werken we gelijk rondomheen, zodat je die netjes hebt afgewerkt. Dus die 2 steken waar je al in hebt gewerkt, die sla je over en je pakt dan de volgende steek van de volgende square waar je nog niet in hebt gewerkt, daar maak je een half stokje. En leg dat draadje dan netjes achter je werkje, daar werk je dan rondomheen. Zo werk je helemaal rond. In elke steek maak je dan een half stokje. De steken waar je al in hebt gewerkt, die sla je over. En als je in het begin komt, dan maken we een onzichtbare steek om deze ronde te sluiten. Ik heb alle steken gemaakt aan de rechterkant. We komen aan bij de volgende hoek. En die hoek die maken we in het derde stokje hier van de hoek van de square. Daar hebben we 4 stokjes gemaakt en dan in het derde steekje, daar gaat een nieuwe hoek in van een half stokje. 2 lossen en een half stokje. En dan weer in elke steek een half stokje maken. Ik ben helemaal rond. Ik heb alle steken gemaakt en de draad afgeknipt. En met de stompenaald gaan we dan ons zichtbare steek maken. Dat eerste staande halve stokje, die sla je over. We gaan naar de eerste losse steek. Met de naald ga je onder dat V-steekje door, van voor naar achteren. Je werkt rondom dat eerste staande halve stokje heen. En dan ga je naar je laatste halve stokje, daarboven in de top van dat V-steekje, alleen in het achterste lusje. Van boven naar beneden haal je de draad door en beide draadjes die werk je netjes af aan de achterkant van je werk. Als je goed hebt gehaakt, heb je aan elke rechterkant 209 halve stokjes gemaakt, inclusief de steken in de hoek.
Dan maak je twee lossen en dan ga je weer beginnen met halve stokjes aan de volgende rechterkant en ook dat zijn er weer 209. Ronde 2 en ik heb de groene kleur op de haaknaald staan en met deze groene kleur gaan we de blaadjes maken van de bloemen. We beginnen in een hoek van 2 lossen en we maken in de hoek een popcornsteek van 3 stokjes. De kleur staat op de naald, omslaan en we gaan een eerste stokje maken in de hoek, een staand stokje. En in jezelfde hoek, daar komen nog 2 stokjes bij in. Dat is 1, terug in dezelfde ruimte, 2. Je hebt nu hier een groepje van 3 stokjes. We trekken een lusje omhoog. We gaan van deze 3 stokjes een popcornsteek maken. Dan haal je de haaknaald uit de lus. Je gaat terug naar het allereerste stokje, en dat is dat staande stokje hier in het begin. Daar ga je weer met je haaknaald terug in, onder dat V-steekje door. Dan gaat de lus terug op de haaknaald, lus aantrekken en doorhalen door de eerste staande stokje heen. Dat is een hele smalle popcornsteek van 3 stokjes. Dan maak je 2 lossen. En nu gaan we terug in dezelfde ruimte in de hoek en maken weer een popcornsteek van 3 stokjes. Dus je maakt eerst 3 stokjes terug in dezelfde ruimte in de hoek. Dat is 1, 2 en 3. Dan trek je een lusje omhoog, haaknaald uit je werk, terug naar het eerste stokje. Je in die V-steek boven de top, lus terug op de haaknaald, aantrekken en doorhalen. En je eerste hoek en je eerste bloemblaadje is klaar. Van deze popcornblaadjes gaan we er heel wat maken helemaal rondom. Maak 3 lossen. 1, 2, 3. En nu slaan we alleen na de hoek, slaan we 4 steken over. De eerste steek is hier dat halve stokje na die 2 lossen. Dat is je eerste steek. 1, 2, 3. 4. En dan in de 5e steek, daar komt dan een vaste in. We slaan alleen 4 steken over na de hoek. We gaan weer 3 lossen maken. 1, 2 en 3. En nu slaan we 3 steken over. 1, 2, 3. En in die volgende steek, daar gaan we dan weer een nieuwe popcornsteek maken van 3 stokjes. Dat is 1, terug in dezelfde steek, 2 en nog eentje maken. Dat is 3. Een lusje trekken, haaknaald uit de lus. Je gaat naar het eerste stokje, boven de top, lus terug op de haaknaald, aantrekken en doorhalen. Dan 2 lossen. 1 en 2 en terug in dezelfde steek met nog een keer een popcornsteek van 3 stokjes. 1, 2 en 3. Een lusje trekken, naar de eerste stokje toe gaan en doorhalen. Nu maak je 3 lossen. En nu werken we aan een rechterkant en na elke popcornblaadje gaan we 3 steken overslaan. Alleen in het begin hier naar de hoek, daar slaan we 4 steken over, maar aan de rechterkant slaan we maar 3 steken over. Dus 1, 2 en 3 steken overslaan en in de volgende steek maak je dan een vaste. En dit is het patroon wat we zo helemaal rond gaan haken. Ik laat het nog 1 keer zien. We starten met 3 lossen. 1, 2 en 3. Slaan dan 3 steken over. 1, 2 en 3. En in de volgende steek, daar komt dan een popcornsteek in van 3 stokjes.
1, 2 en 3. En de popcorn sluiten op het eerste stokje. En dan maak je 2 lossen. 1 en 2. En terug in dezelfde steek met nog een keer een popcorn steek van 3 stokjes. 1, 2 en 3. En de popcorn weer sluiten op het eerste stokje. En dan maak je 3 lossen. Weer 3 steken overslaan. 1, 2 en 3. En dan in de volgende steek een vaste. Zo werk je al je blaadjes helemaal rondom. En niet vergeten hier naar de hoek. Dat plaatje wat we in de hoek hebben gemaakt om daarna 4 steken over te slaan. Ik heb alle blaadjes gemaakt aan de rechterkant. De laatste steek die ik heb gemaakt is een vaste steek. Dan ga ik nog 3 lossen maken en dan sla ik de laatste 4 steken voordat ik aankom in het hoekje van die 2 lossen. De laatste 4 steken over. 1, 2, 3, 4. Dan maak ik weer een popcornblaadje in de hoek. Dan sla ik weer 4 steken naar de hoek over. 1, 2, 3, 4. En in de volgende hoek maak je dan weer een vaste. En dan aan de rechterkant waar je de popcorn steken maakt, daartussenin maak je alleen dan 3 steken die je overslaat. Dus 4 steken overslaan voor de hoek, 4 steken overslaan na de hoek. Ronde 3 met een nieuwe kleur op de haaknaald. En de plek waar we beginnen is het eerste halve stokje na de vaste steek hier. Dat eerste halve stokje voor de popcorn steken in een hoek. Dat is de plek waar we gaan beginnen. En we gaan dan ook gelijk werken om de ketting van deze 3 lossen heen. Daar werken we ook gelijk rondomheen. De kleur staat op de haaknaald. We slaan de draad om en we gaan dan naar dat allereerste halve stokje hier, na die vaste. Daar gaan we beginnen. Daar gaat de haaknaald in. We pakken dan de draad op aan de achterkant. En dan maken we een stokje. En je ziet dan ook dat ik gelijk om die ketting van die 3 lossen heen heb gewerkt. In de volgende 3 steken gaan we ook een stokje haken. Dus in de volgende een stokje, dat is 1. Naar de volgende steek. Dat is 2. En in de volgende steek. Dat is 3. We hebben nu hier 4 van die stokjes gehaakt. En dan gaan we een hoek maken van 3 lossen. 1, 2 en 3. En we gaan achterlangs dat plaatje. En dan in de volgende 4 halve stokjes van ronde 1. Gaan we weer een stokje haken. En je allereerste steken zie je dat halve stokje naar die 2 lossen. Dat is je eerste steek. Daar gaat dan een stokje in. En ook in de volgende 3 steken een stokje maken. En dan ook weer om die ketting van die 3 lossen heen werken. Dit is 2. In de volgende steek, dat is 3. En 4. Alleen in de hoeken van de popcorn steken, daar hebben we 4 stokjes voor en 4 stokjes na dat plaatje gemaakt. De volgende steek, dat is een vaste steek. En die vaste steek gaan we overslaan. Om dat te doen maak je een losse. En dan de volgende 3 steken, dat zijn die 3 halve stokjes van ronde 1. Daar komt dan weer een nieuw stokje op. En daarbij werken we ook gelijk weer om die ketting van die 3 lossen heen. Dus na de volgende steek een stokje. En een stokje in de volgende steek. En ook in de volgende steek een stokje. Nu gaan we weer 3 lossen maken. 1, 2 en 3. En we gaan nu weer achter dat plaatje langs. En dan
in de volgende drie steken, die halve stokjes van ronde 1, daar gaat dan weer een nieuw stokje op. 1, 2 en 3. En je ziet nu dat we hier voor dit blaadje voor en na drie stokjes hebben gehaakt. Alleen in de hoeken maak je vier stokjes voor het blaadje en vier stokjes naar het blaadje in de hoek. We gaan weer verder een losse maken en we slaan de volgende vaste steek over. In de volgende drie steken van ronde 1, daar komt een nieuw stokje op. 1, 2 en 3, dan maak je 3 lossen. Achterlangs dat volgende blaadje en dan in de volgende 3 steken in ronde 1, daar komt dan weer een nieuw stokje op. Dus 3 stokjes in totaal. 1, 2 en 3. Een losse maken, de vaste steek overslaan en in de volgende 3 steken in ronde 1 een nieuw stokje maken. En dit is het patroontje wat je zo helemaal rond gaat haken. En kom je aan het begin, dan maak je een onzichtbare steek. En dat doe je niet hier in dat eerste staande stokje, maar in het tweede stokje. Daar maak je je onzichtbare steek. Ronde 4 met een nieuwe kleur op de haaknaald. En in deze ronde gaan we de tulpjes maken. En we gaan beginnen met een staande vaste steek in de eerste vaste steek van de ronde 2 voor een hoek. En als we dan die vaste steek gaan maken, dan werken we ook gelijk rondom die ene losse heen hier. Dus de kleur staat op de haaknaald en we gaan dan met de naald in de vaste steek van ronde 2. En dan pakken we de draad op aan de achterkant. En dan zit dat kleine draadje hier een beetje in de weg. Zo. Pakken de draad op, omslaan en er 2 inhalen. Voor een staande vaste steek, dan maak je 3 lossen. En je gaat dan terug in dezelfde steek met nog een keer een vaste. Dan heb je zo'n klein lusje gemaakt. Nu maak je 3 lossen. 1, 2 en 3. En we skippen nu over naar ons eerste blaadje hier in de hoek. En tussen die 2 popcornsteken in, dat is de plek waar we een vaste steek gaan maken. En we werken dan ook gelijk rondom die 3 lossen hier in de hoek. Dus tussen die 2 popcornsteken in, dat is de plek waar we beginnen met een vaste steek. Dat is de eerste steek van onze tulp. We gaan aan onze eerste bloem beginnen. Maak 3 lossen. 1, 2, 3. En nu in dezelfde plek waar we dan die vaste steek hebben gemaakt, daar gaan we een popcornsteek maken van 7 stokjes. Dus je gaat terug in die plaats en maakt daar een stokje. Dat is de eerste van 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en de laatste. Oh, die doe ik even overnieuw. Hij glipte van mijn haaknaald af. En dat is nummer 7. Dat zijn er best wel heel veel. Je trekt weer een lusje omhoog. De haaknaald gaat uit de lus. Nu ga je de eerste stokje opzoeken. Dat is deze hier. Daar ga je terug met je haaknaald in. Dan gaat de lus terug op je haaknaald. Trek het draadje aan en dan trek je hem door dat allereerste stokje heen om de popcornsteek te sluiten. We gaan een leuk kartelrandje maken bovenop de tulp.
We beginnen met een vaste steek boven in de top van de popcornsteek. Daar ga je met je haaknaald in. Je komt aan de achterkant uit, pakt de draad op omhoog, omslaan aan de twee inhalen. Dan maken we drie lossen, 1, 2 en 3. En we gaan dan met de haaknaald terug in dezelfde plaats met nog een keer vaste. Aan de achterkant dan die draad oppakken, omhoog, omslaan aan de twee. Dat doen we nog een keer, drie lossen, 1, 2 en 3. En in dezelfde plek weer een vaste maken. En dat nog een keer, drie lossen maken. En weer een vaste in dezelfde plek boven in de popcornsteek. Dan heb je hier zo'n klein kartelrandje. Dan gaan we drie lossen maken. 1, 2 en 3. Dan gaan we hier in de steek waar we de popcornsteek hebben gemaakt, daar ga je terug met je haaknaald in en maak daar een vaste. En je eerste bloemetje is klaar. We gaan verder. We gaan drie lossen maken. 1, 2 en 3. En nu heb ik hier een kleine knoop in mijn draad zitten. Die haal ik er even uit. Zo, die is weg. En dan kunnen we verder gaan. Eerste drie lossen hebben we gemaakt en dan skippen we over de vier stokjes hier en dan komen we in ronde 2 uit in die vaste steek en daar gaan we weer een vaste op maken. En je werkt dan ook weer om die ene losse heen. Dus in die vaste steek een vaste maken. Dan gaan we weer drie lossen maken, terug in dezelfde steek met nog een keer een vaste. Voor weer zo'n klein boogje. Weer drie lossen. 1, 2, 3. En we gaan door naar de volgende twee popcornsteken. Daar in die ruimte tussen die twee popcornsteken in. Daar gaan we weer met de haaknaald in. En we werken rondom die drie lossen heen. Daar gaan we weer zo'n nieuwe tulp maken. Dus daar gaan we weer tussen die twee popcornsteken in. Aan de achterkant pak je dan de draad op. En maak de vaste. Drie lossen. 1, 2 en 3. En nou terug in diezelfde steek met een popcornsteek van 7 stokjes. Dus de draad gaat weer om de naald. En we gaan terug in dezelfde ruimte en maken 7 stokjes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7. Nu ga je weer een lusje trekken. De haaknaald gaat uit je werk. Je gaat terug naar je allereerste stokje hier van die waaier van 7. En we plaatsen de lus terug op de haaknaald en we trekken hem door dat eerste stokje heen voor een popcornsteek. Dwars midden in die popcornsteek, daar ga je bovenin. Je komt aan de achterkant uit, pakt een draad op en maakt een vaste. We maken weer een rafelrandje, drie lossen. En een vaste maken in dezelfde steek weer bovenin die popcornsteek. Nog een keer drie lossen. En op dezelfde plaats weer een vaste maken. En nog één keertje drie lossen maken. En een vaste hier boven de top van je popcornsteek. Voor zo'n rafelrandje. Dan maak je weer drie lossen. We gaan weer terug naar beneden. En in de plek tussen die twee popcornsteken in, waar we de popcornsteek hebben gemaakt, daar komt dan weer een vaste in. En er is weer een bloemetje klaar. Drie lossen. We slaan de volgende drie steken over en dan in de vaste steek van ronde 2, daar komt dan weer een vaste in.
En ook rondom dat lusje van die ene losse heen werken. 3 lossen en een vaste in dezelfde steek. En dit is de kleine herhaling die je zo helemaal rond gaat haken. Maak zo al je tulpjes en in het begin maak je dan een onzichtbare steek. Van de 5, en dit is gelijk de finale ronde van deze deken. Ik heb een nieuwe kleur op mijn haaknaald staan. En we gaan beginnen met een staande vaste steek in een steek na de tulp. Daar heb je een groepje van 3 stokjes gemaakt en dan in het allereerste stokje na een tulp. Daar gaan we beginnen met een staande vaste steek. Maakt niet zo heel veel uit waar je begint als het maar na een tulpje is. En je werkt ook gelijk rondom die 3 lossen heen. Daar maak je dan een staande vaste. In de volgende steek gaan we 2 halve stokjes maken. Dus in die steek. Werk ook rondom die 3 lossen heen. En maak een half stokje. Terug in dezelfde steek met nog een keer een half stokje. En in de volgende steek, dat is dan dat laatste stokje van de groepje van 3 van ronde 3, daar komt dan een vaste in. We gaan nu dwars door dat kleine lusje heen werken hier, van achter naar voren, tussen die 2 vaste steken in en dan onder die 3 losse door. Daar in die opening, daar gaan we met de haaknaald van achter in, dan ga je rondom die steek en dan kom je aan de achterkant uit, daar pak je je draad op, omhoog en maak daar dan op de achterkant een vaste. En nu zie je hier aan de voorkant zo'n heel klein steekje zitten. In de eerste steek van dat groepje van 3 stokjes van ronde 3, in die eerste stokje hier, daar gaat dan een vaste op en we werken ook rondom die 3 lossen heen. En dan in de tweede steek, daar komen 2 halve stokjes. Dus 1, terug in dezelfde steek, 2. En dan in de volgende steek, daar komt dan weer een vaste. We gaan een vaste steek maken in de 3 lossen hier van de tulp. In die 3 lossen, daar ga je met je haaknaald in en maak dan een vaste. We gaan achterlangs het tulpje werken en dat doen we met 3 lossen. 1, 2 en 3. Achterlangs en dan gaan we naar de 3 lossen. En dan ga je van voor naar achteren rondom die 3 lossen heen. En pak dan de draad op en maak dan weer een vaste. Op deze manier. In de volgende 3 stokjes. Daar gaan we in werken. In het eerste stokje, daar komt een vaste in. En dan in het tweede stokje, daar komen 2 halve stokjes. Dat is 1 en 2. En in de volgende steek komt een vaste. Dan gaan we weer onderdoor dat lusje van 3 tussen die 2 vaste steken in. Rondom die 2 steken aan de achterkant maak je dan een vaste. Dan het volgende groepje en dat zijn dan 4 stokjes en dat is voor de hoek. Daar werken we iets anders in. Dat is dan een groepje van 4 stokjes. In het allereerste stokje daar komt een vaste in. En dit doen we alleen voor en na de hoek. In de volgende steek komen 2 halve stokjes. Dan doen we ook 2 halve stokjes in de volgende steek. En in de volgende steek maak je een vaste. Dus dit gaat even net iets anders als
de rest van de toer. Alleen in de hoek voor en na de tulp maken we de waaier iets groter. In de lus van 3 lossen van de tulp, daar komt een vaste. Dan 3 lossen. Achterlangs je tulp. En dan in de volgende lus van 3 lossen, daar komt ook een vaste. Dus vanaf de voorkant naar achteren pak je de draad op en maak een vaste. Dan de tulp na de hoek. Daar zijn ook weer 4 stokjes. In het allereerste stokje, daar komt een vaste in. En dan in het tweede stokje, daar komen 2 halve stokjes. In de volgende komen ook 2 halve stokjes. En in het laatste stokje, daar komt dan een vaste. Dan krijgen we weer dat kleine lusje. Daar gaan we van achter naar voren onder die 3 lossen door tussen die 2 vaste in. Aan de achterkant maak je dan een vaste. En dan krijgen we weer een groepje van 3 stokjes van de ronde 3. En in de eerste stokje daar komt dan een vaste in. In het tweede stokje komen 2 halve stokjes in. En in het derde stokje daar komt dan weer een vaste. We maken een vaste in de 3 lossen van de tulp. Aan de rechterkant, daar komt een vaste. Dan maak je 3 lossen. Achterlangs het tulpje. Aan de linkerkant van je tulp, daar zitten dan ook die 3 lossen. En daar maak je ook een vaste. Van voor naar achteren een vaste maken. En zo werk je helemaal rond. En dan maken we onze allerlaatste onzichtbare steek hier in het begin. En dan zijn we klaar. En dit zijn mijn allerlaatste steken. En dan ben ik helemaal rond. En dit is mijn allerlaatste tulp. Daar gaat dan nog een vaste in die ketting van 3. 3 lossen. En aan de linkerkant van mijn tulpje mijn laatste vaste steek in die lus van 3 lossen. En ik ben helemaal rond. En we gaan onze laatste onzichtbare steek maken. De draad wordt afgeknipt. En de draad maak ik helemaal open. En met een stompenaald gaan we dan de onzichtbare steek maken. We zoeken onze allereerste staande vaste steek op. En die steek die sla je over. We gaan naar de allereerste halve stokje. Dat is deze hier. Boven in de top, onder de V-steek door. En dan ga je naar je laatste vaste steek die je hebt gemaakt. Alleen in het achterste lusje van boven naar beneden. En aan de achterkant ga ik de draadjes netjes wegwerken. En ik maak daarbij eerst een knoopje, zodat de draad niet meer loskomt. En dan weef ik beide draadjes netjes in, alleen aan de achterkant van de steken.
We zijn nu helemaal klaar en ik hoop dat je ervan hebt genoten om deze teken zelf te gaan maken. Bedankt voor het kijken en ik hoop je te zien bij een van mijn andere tutorials. Dag!